Herstel van de arbeidsmarkt in Brabant zet door. Dat is op te maken uit de landelijkse arbeidsprognose die vandaag gepresenteerd is. Begin dit jaar gaf het UWV al aan dat het een heel klein beetje beter ging in Brabant. Nou, praten we over verder met verslaggever Jacqueline Hermans in Den Bosch bij het UWV. Ja, we zitten halverwege in het jaar. Hoe staan we ervoor? Nou, de Brabantse economie doet het een stukje beter als je dat vergelijkt met de Nederlandse economie. Voor de komende 2 jaar wordt er verwacht dat er zo'n 4500 banen bijkomen. En als je daar dan nog de ZZP'ers bij telt, dan zou het zelfs op zo'n 20.000 banen uitkomen. Wil dat dan zeggen dat er ook minder mensen in de WW zullen zitten? Dat is niet het geval. Dat komt omdat we met z'n allen ook veel meer op zoek zijn. Er zijn meer mensen op zoek naar werk. Dat komt bijvoorbeeld omdat we langer moeten werken totdat we met pensioen kunnen. Ja, nou, over het algemene linie gaat het dus beter in Brabant. En waar dan specifiek? Nou, de regio's Eindhoven en Helmond de Peel die doen het goed. Daar groeit de industriesector en dat is vrij opmerkelijk. En wat voor specifieke banen moet je dan daaraan denken? Nou, natuurlijk ICT'ers van die WizKids. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld accountants of notarissen, architecten. Heeft ook een beetje te maken met het feit dat de bouwsector, die al een beetje aan het aantrekken was, dat die groei ook doorzet. Ja, en welke plekken gaat het dan minder? Inderdaad minder, want in heel Brabant gaat het stukjes vooruit. West-Brabant blijft toch een beetje achter. Er zijn nog steeds ook de naweeën van de sluiting van Philip Morris. Maar het heeft bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat daar de bevolking wat minder groeit. Nou ja, minder mondjes bijvoorbeeld die op zoek zijn naar eten. Dan wordt er minder gekocht, minder besteed. Heeft bijvoorbeeld ook weer zijn weerslag op de detailhandel. Dankjewel, Jacqueline vanuit Den Bosch.